De gifbeker moet tot op de bodem leeg voor hekkensluiter GVVV. Ze stond er natuurlijk al beroerd voor. We kregen afgelopen week ook nog slecht nieuws over linksback Tuafik Adnane, aanvallende middenvelder Kai Huisman en spits Jordi Bitter. Allemaal vandaag er niet bij tegen dit Noordwijk dat gelijk goede kansen krijgt op de openingstreffer. Roshanali had hem daar op zijn slof, de nummer 10 van de thuisploeg. Noordwijk de nummer 12. 7 punten uit 6 duels, dat houdt niet over. Met hier het altijd gevaarlijke Emiel Wendt. Een voorzet en dan slecht weggewerkt, heel slecht weggewerkt zelfs. De bal voor de voeten van Oosten. En die haalt uit. Sam van Oosten met de openingstreffer voor Noordwijk. Hier slecht uitverdedigen dus van GVV. Voor het eigen doel langs. Klassieke fout en mooi afgemaakt door de jongen van Oosten. Opnieuw Noordwijk daar met Slijngaard. In beeld nummer 5. Wacht al niet naar hem. Komt nog wel voor. En daar komt nummer 2. Oh nee, toch niet. Roshanali, ja. Hoe groot wil je een kans krijgen? Redding was van Jansen in het doel van de GVV. Dat pas 1 punt pakte. In 6 duels de minste goals voor. Pas 3. Maar dit is nummer 4. De 1-1. Higham Hawat. Vorige week invaller, nu dus de vervanger van Bitter in de spits bij GVV. En de gelijkmaker. En dan gloort er weer een beetje licht in die donkere tunnel. De ploeg van Jochem Twisker. Maar dan, als ze er net weer in beginnen te geloven, slaat Noordwijk weer toe. Sam van Oosten, ja, hij maakte dus ook al de 1-0. En nu dus ook de 2-1. Een geboren Noordwijker met zijn eerste 2 goals voor zijn ploeg. Keeper Jansen zag hem zo te zien niet eens komen. Aan de overkant is het ook even oppassen geblazen voor Van Vliet. Mike Van Vliet, hij terug onder de lat bij Noordwijk. Na rust drukt GVV uiteraard de omsingeling. En het schotje. Een beetje krachtmist van Tom Oost-Indien, deze nummer 6. Was er vorige week niet bijna terug. Van een blessure. Een waardevolle kracht op het middenveld. Bij de rode lantaarendrager. Patrick. Die is snel en behendig. Maar dit schot mist alle richting. Noordwijk komt er dan ook uit. In die tweede helft hier van Oosten. Maar ja, die vergeet de bal. Niet alles lukt bij hem. Maar omdat er twee spelers van GVV tegen elkaar aanlopen. Krijgt hij nog mee. Marcus doet dit mooi. Een invaller. En dan strandt dit dan in schoonheid. Terwijl de paraplu's zijn opgestoken aan de kust. Hier nog een goede kans komt. Voor Wendt. En dan zat Teunis ertussen van GVV. Dat is allemaal hoop op een punt. Het staat nog altijd 2-1. Een stuiterbal. Niet goed ingeschat en dan te laat ingegrepen. Dan wil heel Noordwijk dat daar een kaart voor komt. Er komt alleen een vrije trap. En die wordt goed gepakt door Jansen. Komt er nog een slotoffensief van GVV? Jawel. De bal erin gepompt. De Leeuw. Oost-Indien. Schot gekraakt, maar blijft hangen. En dan was dit een streep. Een streep die naast het doel gaat. Van Hawat. Inderdaad, de doelpunten maken van GVV. Nog wel een hoekschop. Keeper Jansen is mee. Maar dat mag niet baten. GVV verliest opnieuw met 2-1 bij Noordwijk in die gifbeker. Die is dus nog niet helemaal leeg.